vrijdagsmiddags, dan was jullie klaar uit school. En ik had één gitaar en dat vond ze heel leuk. Dus toen ging ze daar zitten. En toen word ik heel enthousiast, want ik had dan de akkoorden. Dus ik hoefde niet noten te lezen. Ik kon gewoon kijken waar ik mijn vingerpositie moest doen. En ik kon er niet. En zij speelt een liedje en ze speelt nog een liedje. Echt, en ik heb weken geoefend om bijvoorbeeld eentje uit mijn hoofd te leren. Nou, dat lukt me niet. Toen had ik dan een heel makkelijk akkoordensysteem. Dat is bijvoorbeeld I Am Sailing, dat is een heel makkelijk nummer. Het eerste gitaarakkoord, C, heb ik hier geleerd. Maar ook het eerste pianoakkoord en dat was op dit keyboardje. En dat was... C. Het eerste akkoord dat ontstond door ook weer een liedje van de C en de G. C, G. Dat liet ik er dan oefenen. Tante Willy is super belangrijk geweest in mijn muzikale ontwikkeling. En elke keer als ik dat zeg, dan zegt ze... Nee, dat is niet waar. Maar dat is wel, ja. Want als ik toch dat eerste C-akkoord niet had geleerd en ook niet hier, dan was ik denk ik niet echt muziek gaan maken. Dan had het me niet zo getriggerd dat ik er echt door mee was gegaan. My story.